ben Laura, 22 jaar en secretaresse op de afdeling cardiologie. Mijn taken bestaan uit voornamelijk secretariële taken. Dus we zitten uitwerken van post bij, beantwoorden van post, het organiseren van symposia, doe ik samen met een collega. Het voorbereiden van vergaderingen, de agenda daarvoor, catering regelen. Het is gewoon iedere dag is het toch weer wat anders. Tussen mij en een gewone secretaresse zit niet heel veel verschil. In mijn werk kom ik niet met patiënten in aanraking. Ik heb meer contact met de collega's, zoals de polykliniekmedewerkers en de artsen en de artsassistenten. Je wacht al echt een tijdje. Ik zal anders zorgen. Ja, dank je. Ik vind het toch wel belangrijk om dienstverlenend te zijn. En ik heb wel het gevoel dat ik hier tot mijn recht kom. Want ja, je ondersteunt een afdeling. En alles wat daarbij komt kijken, artsen, collega's. Voor deze functie moet je wel een sociaal type zijn. Ja, je moet nauwkeurig zijn. Je moet betrokken zijn. Want ja, je werkt natuurlijk toch voor een grote afdeling. Het leuke aan mijn werk vind ik de omgang met mensen. Veel verschillende collega's waar je ook gewoon na je werk nog leuke omgang mee hebt. En ja, het werk is heel veelzijdig. In het ziekenhuis staan ze er heel erg voor open dat je ook weet waar je mee bezig bent. En op de afdeling waar dan de mensen of de patiënten echt behandeld worden. Ja, daar mag je dan ook wel eens gewoon meekijken. En dan worden dingen goed uitgelegd. En dan gaat het ook veel meer voor je leven. Ik werk 2 hele en 2 halve dagen. En dat is wisselend. En kijk, natuurlijk als het soms druk is, kan je wel eens extra opgeroepen worden. Maar ja, als het rustig is, kan je ook weer eerder naar huis. Omdat ik parttime werk, heb ik genoeg tijd om met mijn hobby's bezig te houden. Zoals bijvoorbeeld paardrijden. Misschien eventueel ook weer binnenkort fitnessen. Daar biedt het ziekenhuis dan weer mogelijkheden voor. Want dat kan gewoon intern. Nou, als ik hier wat langer zal blijven, dan kan ik uiteindelijk waarschijnlijk wel doorgroeien tot plaatsvervangend afdelingshoofd. Ik heb bijvoorbeeld de cursus gevolgd functioneringsgesprekken voeren. Vorige week mijn eerste verslag geschreven. Dus ja, je krijgt steeds de kans om goed te groeien.